Yes. Daar ben ik weer. Hallo allemaal. Op deze zonnige vrijdagmiddag. Voor de laatste keer live op vrijdag. Ik heb het al echt een aantal keren gecommuniceerd. Dat dit de laatste keer is op vrijdag. En vanaf april ga ik op woensdagmiddag op dezelfde tijd, dus om 16:00 live. Ik zit op een andere plek dan jullie van me gewend zijn. Ik zit nog achter mijn laptop. Snel nog eventjes de laatste dingen regelen en dan, voor ik het weet, is het alweer 16:00. Dus ik ga jullie omdraaien en naar de plek lopen waar alle spullen al klaar staan. Dus, daar gaan jullie. Kijk, de laptop die staat inmiddels in slaapstand. Even een blik naar buiten. Oh, dat mooie weer. Kijk dan, daar ligt ze hoor. Te genieten. Maar goed, werk aan de winkel. De laatste spullen die nog een plekje moeten hebben. Bij toeval kwam ik nog een stapel zwart papier tegen toen ik een kastje opende. Ik dacht dat we er doorheen waren, maar er is toch nog wat. Dus die gaat zo nog even op voorraad. En hier liggen de spullen klaar. Voor de live van vanmiddag. In de houder. Eens even kijken of dat goed gaat zo. Nou, volgens mij is dat wel weer prima. Klein beetje. Dat kan nog een tikkeltje draaien. Nou, oh. Er valt een klein stukje af. Even kijken hoor. Zo. Nou. Zo gaat het helemaal lukken. De Ladybugs, wat een leuke naam hebben ze toch in het Engels, hè, voor de lieve heersbeestjes. Ik gooi mijn vest maar vast uit, want ik krijg het geheid warm, zeker met het mooie weer. Ik had alles al klaargelegd om direct te beginnen met het project, maar toen bedacht ik me dat ik eerst eventjes de nieuwe spulletjes zou laten zien van Tim Holtz. Er staan aardig wat pre-order artikelen nog open. En steeds druppelt er wat binnen, geloof me. We hebben alles besteld in januari. Zodra het kon is alles gepreorderd. En iedere keer kijk ik of het er al is of ik krijg een seintje dat er bepaalde dingen weer geleverd kunnen worden. En dan druk ik op de knop. En dan hoop ik maar dat het erbij zit. Zo ook met de Transparent Wings. Nou, jullie raden het al, want jullie horen het wel aan mijn stem. Die zaten er dus helaas niet bij. En dan kan ik wel echt ongelooflijk boos worden of weet ik veel wat. Maar het schiet allemaal niet op en ik bereik er niks mee. Dus ik probeer me maar in te houden. Maar blij word ik er niet van. Dus laten we maar gaan kijken naar wat er wel is binnengekomen. Het zijn trouwens maar 4 artikelen. Maar goed, het druppelt steeds wat binnen. Dus de kast met pre-orders ligt nog steeds vol. En iedere keer als er wat binnenkomt, dan voegen we dat weer aan de bestellingen toe. Maar geloof me, ik wil niets liever dan dat die kast leeg is, zodat jullie je spullen binnen hebben. Maar het is wat het is en we zullen het ermee moeten doen. De Big Talk Snarky. Deze keer, normaal gesproken, de vorige waren gewoon eenregelige dingetjes. En nu zijn het wat grotere teksten. Alles is dubbel, dus voorin zit alles in het zwart op wit. En achterin zit hetzelfde, maar dan wit op zwart. Dus net maar wat je nodig hebt. En dit zijn gewoon wat langere teksten, die eigenlijk overal wel een plekje kunnen krijgen. Maar ik dacht, ik hou het even vast, dan hebben jullie ook een beetje idee hoe groot het is. Nou, een tekstje. It's okay if you disagree with me. I can't force you to be right. Nou, het zijn wat grappige dingetjes, wat anders benaderd. En dingetjes om te lachen ook.
Don't make me say something I won't regret. Relax, we're all crazy. It's not a competition. En zo is het maar net. Dus allerlei leuke tekstjes die je overal voor kunt gebruiken. Voornamelijk in een art journal, denk ik. De snarky, de big talk. Dat is die. Die is binnen. Ook binnen zijn de remnants. Dat zijn allemaal, ja, hoe noemen we het? Een soort kaarten. Die je op verschillende manieren natuurlijk kunt gebruiken. Groot en klein. Erg mooie kwaliteit trouwens. Het is echt het is goed gedrukt. Het is mooi papier. Het is stevig. Dus het ziet er gewoon tof uit. Nou, dit is gewoon een big pack met van alles en nog wat erin. Ik hoop dat jullie het zo goed kunnen zien. Kleiner, groter, van alles en nog wat. Een hand met oude bloemen, een soort receptkaart. Afijn, een heel pakket vol met allerlei dingen die je voor allerlei dingen weer kunt gebruiken. Dus dat zijn de remnants. Wat ook binnen is gekomen zijn de fotobooth. En ik zal even een aantal laten zien. Ook weer mooi, echt mooi papier hoor. Het is echt goed gedrukt en mooie kwaliteit. Het is satin, dus het is geen hoogglans. Het is, ik zou er ook voor gekozen hebben. Erg mooi. Hoogglans past namelijk niet bij deze afbeeldingen. Daarom zeg ik, ik zou er ook voor gekozen hebben. Satin is net, zit een beetje tussen mat en glans in. Erg mooi. Nou, dit zijn de fotobooth. De strips met allemaal koppen erop. Soms twee. Kinderen, volwassenen, wat ouder, wat jonger. En dan bedoel ik terug in de tijd. Nou. Het is weer een mooi pakket. Meneer Tim is niet misselijk in zijn hoeveelheid, zeg maar, wat hij erin stopt. Want er zit echt veel in. Daar verbaas ik me ook over de peperdols. Er zit ook echt heel veel in. En zo ook hier. Een hele, ik weet eigenlijk niet of erop staat hoeveel erin staan. En hoeveel erin zetten. En ik bedenk me nu dat ik mijn bril ben vergeten. Die ligt nog bij de laptop. Maar goed, ik ga even kijken hoe ver ik kom zonder bril. Ik kan dus niet lezen. Maar in ieder geval, jullie hebben het gezien. Het is echt veel wat erin zit. Derde artikel wat is binnengekomen. Nou echt, hoe lang ik daar wel niet op heb zitten wachten. Ik had eerst de oude Crafts Scrubby. En die was dus op een gegeven moment niet meer leverbaar. De reden is nu duidelijk. Er is een nieuwe Crafts Scrubby. En ik ben groot fan van de Crafts Scrubby. Simpelweg omdat je met deze, met dit ding. Want ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Haal je heel makkelijk inkt van je handen af. Gewoon een druppeltje zeep en dan ga je met dat ding eroverheen en nou ja, het verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dus eigenlijk een must-have voor iedere crafter. Alle soorten inktverf, noem maar op. Gaat super handig, super makkelijk van je handen af met de Craft Scrubby. Dus dit is het vierde nieuwe artikel wat is binnengekomen van Tim Holtz. En dan gaan we nu naar het project. Ik ga even mijn bril pakken, want ik vind het maar niks zonder bril, omdat ik dingen gewoon niet goed scherp kan zien. Momentje hoor. Daar ben ik weer. De ladybugs. Dat zijn deze. Van Carabel. Dat zijn Carabel heeft rubberen stempels.
Met een klinglaag. Wat me ertoe denken dat ik al nog wat vergeten ben. En ik heb geen sidekick bij me. Dat wil zeggen, geen Renate. Geen Sanne. Dus ik kan niet even vragen of ze me wat brengen. Maar we gaan het zien. De ladybugs. Laat ik eerst beginnen met iets wat ik grappig vond om uit te proberen. Kijk, ik heb ze hier helemaal, een kaart helemaal vol gestempeld. Dus wel watercolor paper. Alle artikelen staan trouwens alweer in de webshop onder Koza Live. En het filmpje van vandaag. Dat wil zeggen niet het filmpje, maar wel de titel. Ik heb ze hier allemaal opgestempeld. En wat ik vervolgens heb gedaan is met masking fluid alle lieveheersbeestjes bedekt. En masking fluid is fluid, dus het is vloeibaar. Dat breng je gewoon aan door een heel klein beetje te knijpen in het flesje. En nou hoop ik dat er... Oh! Ik wou zeggen, nou hoop ik dat er wat uitkomt, want ik had eerst eventjes dit moeten doen. Maar heel zachtjes en dan doe je dat op deze manier. Dus dit kun je voor alles gebruiken wat daarna, waar daarna geen inkt over mag komen. Dus op deze manier. Ik zal hem eventjes omhoog doen. Kijk, dan zit er een wit vloeibaar laagje op. Dat leg je vervolgens weg. Ik heb het gisteravond gedaan en vanochtend ben ik ermee verder gegaan. En wat je dan ziet is dat het, het is wat verkleurd, maar bovendien het is hard geworden. En dan is het idee dat je daarna van alles kunt doen, wat je maar leuk vindt. Ik ga eventjes verder in de kleur waar ik het andere project ook mee ga doen. Peacock Feathers, dit is de oxide. En nou bedenk ik me dat ik niet alleen een stempeltool ben vergeten neer te leggen, maar ook een sprayer. En die heb ik toch echt wel nodig. Dus dit is een van de vele manieren om oxide aan te brengen. Ik pak even mijn sprayer hoor, dat heb ik toch echt nodig. Daar is de sprayer. Ik spray hem nat. Dan gaat hij doen wat hij moet doen, namelijk oxideren. Even droog blazen. Ik ben een beetje heel erg druk, dus vandaar dat ik soms tegen dingen aanloop die ik dan net even vergeten ben neer te zetten. Want nu denk ik ook weer, oh, ik heb ook geen keukenrol neergezet. En ook geen baby. Oh ja, babydoekjes wel. Oh, keukenrol ligt hier ook. Dat scheelt dan weer. Dat ligt er nog van de vorige keer. Kijk, dat is dan handig. Je kunt ook dit doen. Ik zou niet te lang die föhn hier ophouden, omdat het toch een soort plastic toestand is. Die opgedroogde masking fluid. Dus vanaf de achterkant is waarschijnlijk beter. Beter nog is denk ik dat ik hem gewoon eventjes aan de kant leg, zodat hij de tijd krijgt om even te drogen voordat ik jullie laat zien wat de clue is. Ja, laat ik dat maar gewoon even doen. Geduld is een schone zaak. Ik kom daar zo direct even op terug. Het project van vandaag heb ik natuurlijk voorbereid, maar ik laat jullie nog niet alles zien. Ik ga gewoon even bij het begin beginnen. Dat is veel leuker, want anders weten jullie al hoe het eruit komt te zien. Oxide inkt op je craftsheet. Nat sprayen. Watercolor paper. Er doorheen halen. Ik werk vandaag in één kleur.
Op de achtergrond dan natuurlijk. Dit is best al wel cool. Droogblazen. En dit zijn dingen die doe ik het liefst buiten de camera, maar er zijn ook heel veel mensen die graag willen dat ik eens een keer ook dit soort dingen laat zien. Dus ik dacht, dat ga ik dan nu maar doen. Het hoeft niet helemaal kurkdroog, maar ik vind het wel fijn als die weer een beetje recht is. Dus even de achterkant ook droogblazen. En dan haal ik hem nog een klein beetje er doorheen, dus met dezelfde kleur. In de hoek nog wat. Daar nog een beetje. En als je dan nog iets ziet, zoals hier, dan kun je dat heel makkelijk gewoon aantikken met je vinger. Want het is niet de bedoeling dat hij helemaal bedekt is. Maar helemaal spierwit hoeft dan ook weer niet. Dus dan doe ik dat gewoon. Zo. En dan kan die weer droog. Ja, ik zie dat Darlene zegt, ik vind het ook leuk om te zien hoe alles ontstaat, maar het is wel, ja, het kost heel veel tijd. En dit zijn dingen waarvan ik denk, ja, dat is een beetje, dat feunen tussendoor, het is een beetje jammer. Maar ja, het is niet anders. Een rustmomentje zullen we maar zeggen. Nou, voor deze kaart is zo'n achtergrond dus helemaal de bedoeling. Het leuke ervan is wel dat je ziet dat je ook oxide inkten op veel verschillende manieren kunt gebruiken. Want meestal ga ik zwaar vintage. Vandaag helemaal niet. Dus een keer weer wat anders. Ik denk dat hij zo wel goed is. Een beetje model terug. Ja, eigenlijk wel, Mieke, want oxide inkten oxideren. En door het oxideren krijg je verschillende tinten in één. Door zeg maar één kleur krijg je verschillende tinten. Want ook bij deze, die ik net liet zien, kijk, alleen maar door te sprayen krijg je al verschillende kleurschakeringen. Omdat die inkt als het ware uit elkaar valt. Deze mag nou nog wel even iets meer water hebben, dus die doe ik even tussendoor en dan leg ik hem weer weg. Ik doe dat even anders. Hij mag wel iets forsere waterdruppels hebben. Gaan we straks hier weer mee verder. Ik pak mijn stempelhulp. Deze is van Tim Holtz. En dan ga ik stempelen. Hierna ga ik embossen. Dus ik heb de embossinkt gepakt van de nieuwe van Ranger. De Grey Tinted. En dan kunnen jullie zo direct gelijk goed zien waarom dat het fijn is dat hij niet transparant is. Dit is onze eigen stempel Wol. En die komt dan ongeveer zo erop. Magneetje.
Hier kan er ook nog net één. Goed in de hoeken leggen. Voor het geval je hem nog een keer moet stempelen. Zo. En dan kleeft hij hier aan. De Grey Tinted Emboss Ink van Ranger. Op de normale manier je stempel beënten. Oh. Je ziet hem al ietsje grijzig worden. Heel klein beetje. Goed aandrukken. Groot stempel, dus ik ga overal even met mijn handpalm naartoe. Overigens doe ik normaal gesproken onder een clearstempel in het stempelplatform nog een foammatje van 2 mm. Maar ook die ben ik vergeten. Maar goed, zo lukt het ook, denk ik. We gaan het zien. Ik zal hem omhoog houden. Kijk, je ziet de lichtgrijze afdruk, dus je kunt nu zien of je overal goed gestempeld hebt. Dat zal op camera iets minder goed te zien zijn dan dat ik het hier zie, maar ik vind het echt een groot voordeel. Het is echt fijn dat je kunt zien of je stempelafdruk goed is. Ik kreeg ook al vragen van mensen die zeiden, wat als je er met clear overheen gaat? Daar is het niet geschikt voor, want hij houdt dan wel zijn grijze doorschijn, zeg maar. Dus het werkt alleen als je er met gekleurde embossingpoeder overheen gaat. Goed, ik ben dus ook mijn stempchamois vergeten. Ik ga het woord vergeten volgens mij heel vaak gebruiken vanmiddag. En ik vind het ook zo vervelend als ik iedere keer weg moet lopen. Maar die stempel wil ik wel graag schoon hebben natuurlijk. Dus, als jullie me even willen excuseren, dan pak ik even de stempchamois. En dan zal ik ook gelijk de babydoekjes meenemen. Was ik nog meer vergeten? Ik denk terwijl ik loop. Momentje. Nou, de stempchamois die is gebruikt met de workshop, maar niet teruggedaan in het bakje. Dus die is droog. Nou, ik wilde jullie niet te lang laten wachten, dus ik maak nu maar eventjes mijn stempel schoon met een babydoekje. En dan kan deze weer aan de kant. En dan ga ik nu de Dirty Sand gebruiken van Baked Texture van Emerald Creek. Die had ik wel neergelegd. Ik zet de föhn alvast aan. Kan die vast warm worden.
Dit is dus de Dirty Sand, een van de baked textures. De bijzondere embossingpoeders, laten we ze maar zo noemen. Ik kreeg ook van iemand de vraag waarom dat die potjes, deze, maar voor de helft gevuld zijn, terwijl die andere voller zitten. Datzelfde vroeg ik mij ook af toen ik alles geleverd kreeg vorig jaar. Dus die vraag heb ik gesteld aan de producent en het antwoord was: je krijgt, de potjes worden niet afgevuld in milliliters. Milliliter is een inhoudsmaat. Ze worden afgevuld op grammen. En de Dirty Sand is het zwaarst van allemaal. Dus vandaar dat het lijkt alsof je minder krijgt. Maar qua grammen is het precies hetzelfde als de andere. Dus dat is de verklaring waarom dat er minder in het potje Dirty Sand zit. Maar ik vond die sand wel, nou, gewoon leuk bij die wol. Even denken hoor, waar ik naar terug moet. Of moet ik daar niet naar terug? Even kijken hoe deze gaat. Die is nog vochtig natuurlijk. Maar je ziet wel de grotere druppels nu. Dus deze laat ik gewoon nog eventjes liggen. Hier komt een grote vlinder op. En die grote vlinder had ik voorbereid. Even denken waar die is. Oh, hier. Ik heb net als wat ik hier heb gedaan, gewoon met een blending tool, waterstock color ingesmeerd. Of, nou ja, afijn. De oxide inkt erop gedaan. En vervolgens heb ik deze vlinder uitgesneden. Het is een hele mooie grote vlinder, een nieuwe van Craft Emotions. En hij bestaat uit twee delen, dus dat betekent dat je hem kunt doen zoals ik hem heb gedaan, wat ik zo direct laat zien. Maar je kunt er ook voor kiezen om een dichte achterkant te doen met daarop een opengewerkte voorkant. Voor dit project heb ik hem, is het één geheel. Kijk. En dat doe je gewoon door de buitenste en de binnenste tegelijk te stansen. Dus dat gaat in één keer. Wil je een dichte binnenkant, dan stans je ze alle twee apart. Maar voor deze keer dus de opengewerkte vlinder. Hier zit Stickit op de achterkant. Stickit is een plaklaagje. Je maakt dus een sticker van je stans. En waarom? Omdat hier nog een witte vlinder achterkomt. Die witte vlinder ga ik nog wel eventjes uitstansen. Want dan laat ik jullie gelijk nog eventjes wat anders zien. Dat is trouwens voor beginners hoor. Gevorderden weten dat. Maar ik probeer altijd maar een beetje te mengen. De Big Shots. Of een andere snijmachine. Snijplaat. Papier. Oh, ben ik nog in beeld? Dus snijplaat, papier, je snijmal met de snijkant naar beneden, althans zo werk ik. In ieder geval de snijkant op het papier. En vervolgens draai je hem er doorheen. Kijk, mijn snijplaten zijn aan vervanging toe. Ben ik bang. Dus ik moet hem nog een keertje er doorheen draaien. Kijken of het helpt als ik er wat verdikking onder leg. Dat ziet er een heel stuk beter uit. En nu zitten er allemaal kleine dingetjes in die eruit moeten. Dat kun je met een toeltje doen. Maar veel makkelijker is het om dit. Nee, ik ga hem trouwens gewoon hierin zitten.
op een matje te leggen. Dit is een dye brush. En dan rol je gewoon met dat ding over je matje heen. Terwijl die dus nog in de stand zit. En kijk eens. Dat gaat lekker snel, of niet? Ik ben alleen vergeten om de buitenste rand er dus over, om hem in één keer te stansen. Dus wat ik nu ga doen, geen nood natuurlijk, maar ik leg hem erop. Het past nog net. En dan draai ik hem er nog een keer doorheen, zodat hij uitgestanst wordt. Even vastzetten met een stukje washi tape. Even kijken of dat goed gegaan is. Voilà. En dan gaat die blauwe op de witte, maar niet zo, dus niet plat erop. Maar wat ik ga doen is hem, ja, zeg maar shiften. Een stukje omhoog. En een stukje naar links. Zie je wat er gebeurt? Ik doe het nog een keer. Dit is als hij er precies op ligt. Zo. Als je nou wil dat je een beetje schaduw krijgt, doe je een stukje omhoog en een stukje naar links. Je kunt natuurlijk ook een stukje naar beneden en een stukje naar rechts. Dat is maar net wat je wil. Als je maar onthoudt, je legt hem erop, een stukje omhoog en een stukje naar links. Voilà. Dat geeft gelijk heel erg veel diepte aan je werkstuk, aan je project. Dus dat ga ik nu doen. En daarom zit er stick-it op de achterkant van de bovenste vlinder. Die laag die haal ik er nu af. Dat wil zeggen de beschermlaag. Het is heel erg dun. Dus de beschermlaag is ook heel erg dun. Maar die krijg je er toch heel erg makkelijk af. Zo. En nou doe ik het ietsje verder weg. Want anders dan kan ik het zelf niet zien. Ik hou hem erboven. Ietsje naar boven. En ietsje naar links. En dan is die, als het goed is, goed. Maar ik kan er niet helemaal boven hangen, omdat die camera voor mijn neus hangt. Dus ik moet een beetje. Nou. Ik denk dat hij zo wel goed is. Dat is de ene kant. En dat is de andere kant. Nou, niet helemaal exact, maar vrijwel. Kijk, dat geeft een leuk effect. Dan pak ik de stempel met het script van Crafty Motions. Nogmaals, alle producten vind je terug in het filmpje
in onze webshop. Dus je hoeft niet te denken van, oh, wat zei ze nou of wat was het nou? Alles is echt makkelijk terug te vinden. Wat ik nu ga doen is het scriptstempel gebruiken om een klein beetje op de achtergrond te stempelen. Kijk. Ik laat hem zo dichtbij zien. Maar het is heel weinig. Zo. Ik zie gewoon door de stempel heen waar nog een beetje inkt zit. En dat stukje pak ik dan. Want het maakt niet zoveel uit wat erop komt. Dat is het leuke van een achtergrondstempel. Zo. Daar nog een beetje. En daar nog een dingetje. Zie je wel? En diezelfde gebruik ik ook. Op de vlinder. Op. Daar nog een beetje. Even mijn stempel schoonmaken. En vooral mijn craftsheet. En even droog. En kijk. Hier zie je dat ik ook een beetje van dat script op de vlinder heb gedaan. Die vlinder komt uiteraard hierop. En nu pak ik eventjes het voorbeeld wat ik heb voorgewerkt. Dat is namelijk deze. Wat je dan ook ziet is dat je, wat je hier nog mist. Kijk, en dat is leuk om te laten zien. Ik heb de randen hier al gedistressed met Gathered Twigs. En dat heb ik hier nog niet gedaan. En dan zie je ook eigenlijk gelijk wat er gebeurt. Door de randen donkerder te maken, te distressen, gaat de focus naar het midden. Ja, ik kan natuurlijk wel even laten zien hoe ik dat gedaan heb. Deze kaart snij ik more or less op maat van de basiskaart. Die ik zo laat zien trouwens. Deze is wel goed, maar de hoogte is wat te hoog. Hier kan ook ietsje vanaf. En zo. Dit is de gewone distress inkt. Ik wilde hem niet te ver naar binnen laten komen, dus ik heb eigenlijk alleen maar dit gedaan. Heel weinig werk, maar het effect is echt enorm. Hier ietsje, ietsje meer. Zo. Wat ik al zei, die vlinder komt hierop, maar ook de lieve eerstbeestjes komen erop. Even kijken waar ik die andere... Oh, hier. Die lieve eerstbeestjes heb ik gewoon allemaal gestempeld en vervolgens ingekleurd met de distress inkt, gewone distress inkt. Ik doe een beetje op mijn craftsheet. Ik gebruik hiervoor altijd het waterpenseel van Nelly Snelle,
Hier zit nooit water in, want ik wil zelf de controle erover hebben. Maar ik maak het kwastje een beetje nat. Ik pak wat inkt op. En dan is het echt super makkelijk. Ben ik in beeld? Zo. Om kleur aan te brengen. Dat kwastje is echt top, want die houdt gewoon de inkt heel erg goed vast. En wil je nog wat meer toevoegen, nou, dan pak je nog wat op. Of je zet wat druppels als je wat accenten wil. Zeg maar wat stippen, zo. Dat je wat vlekkeriger wordt. Dit is echt... Ik zeg altijd, ik kan niet kleuren. En ik kan echt niet kleuren. Ik ben geen kleurmens. Maar dit kan echt iedereen. Zelfs ik. En dan blijf ik keurig netjes binnen de lijntjes. En dat hoeft helemaal niet. Want ik ga ze toch uitknippen zo. Maar dat is een soort van tik, zeg maar. Ik zal deze nog eventjes doen. Maar die krijgt aan de binnenkant een andere kleur. Sorry. Vleugeltjes ook. Een beetje lichter. Of het lijfje eigenlijk. Zo. Nou, in ieder geval, dit is een zeer simpele manier om iets in te kleuren. Nou, normaal gesproken maak je natuurlijk je kwastje even schoon. Maar als je geen water bij de hand hebt, kun je dat ook zo doen. Kijk, je ziet al dat hij nu laat hij het inkt weer los. Wat hij ook doet op je papier. Keukenrol. En hij is weer schoon en klaar voor het volgende gebruik. Het volgende gebruik is trouwens de fossilized emmer. Laat ik die maar gelijk meepakken. Want die heb ik gebruikt voor het stukje wat er tussenin zit. Namelijk dit. En hetzelfde verhaal. Hoppakee. Klaar. Hier nog een beetje. Daar moet het ook. Super eenvoudig. En zeg je nou, van die kleur vind ik wat licht, wat hij in dit geval ook is, dan pak je gewoon nog wat inkt en dan werk je hem gewoon bij. Maar hier zit iets te veel water bij en als je wat meer water gebruikt, wordt de kleur natuurlijk lichter. Dus als je hem wat geconcentreerder oppakt, wordt de kleur ook wat feller. Die heb ik daarna uitgeknipt. Even mijn kwastje schoon. Oh, ik zal er even eentje uitknippen, want ik moet nog wat laten zien. Dus ik doe het wel eventjes ruw. Pootjes teken ik er later wel weer op. Dus die knip ik nu niet uit. Wat je vervolgens doet, ik heb hem nog niet netjes uitgeknipt, maar ik laat jullie alleen eventjes zien. Voor wie het nog niet weet, hoe je iets bol kunt maken, want die lieve eerstbeestjes moeten natuurlijk wel een bol lijfje hebben. Nou, dat doe je gewoon met zo'n toeltje, een embossing pen. En dan heb je hem in no time bol. Zie je wel? Goed, ook dat heb ik voorbereid. Hier zijn ze. 1, 2. En nummer 3 is waarschijnlijk weggevlogen. Even, oh nee, toch niet. Kijk, dat is nummer 4. De basiskaart wilde ik laten matchen met de Dirty Sand wat hierop zit. Dus die is gemaakt van licht kraftpapier. Dit is het Desert Storm. En ik heb alleen maar de zijkanten gemat. Dus deze komt er zo bovenop. Maar ik heb
wel foam aan de achterkant gedaan. Dus hier zit 2 mm foam achter. Om hem wat meer body te geven. En omdat dat gewoon een leuk effect geeft. Dus deze kan er nu op. Oh. Kijken dat ik niet de tekst op zijn kop heb, maar die is goed zo. Moeten we er eigenlijk weer eventjes een beetje boven hangen. Maar oké, en zo dan. Dus de basiskaart is nu klaar. Daarop komt de vlinder. En die vlinder heb ik nog een leuk lijfje gegeven. Kijk. Een flesje. En ik heb weer een papiertje gepakt uit mijn oude woordenboek. Ook daar heb ik het script opgestempeld. Dat kun je misschien wel zien hier. Het is maar een heel klein strookje. Die heb ik opgerold en in het flesje gedaan. Het flesje heb ik... daar heb ik een jute touwtje omheen gedaan. Het is geen jute trouwens. Het is ook oud... Weet ik het, oud touw. En aan de achterkant bevestigd. Ik heb hem ook vastgeplakt. Maar het touwtje zit achteraan vast. En de uiteinden heb ik laten uitsteken. Die vlinder, die komt er dus zo op. En die lieve isbeestjes, die komen er zo bij. Nou, wat ik al zei, ik moet ze nog eventjes... Oh. Ik moet ze nog eventjes wat bijtekenen, de pootjes en zo. Achter het bolle lijfje kan dus heel makkelijk zo'n klein foompje. En er is nog één dingetje wat ik dan bij die lieve isbeestjes wil doen. En daarvoor pak ik mijn glaze pen. En die glaze pen is een soort van 3D pen. Even kijken hier. En dat laat ik jullie eventjes zien. Op het proefstukje. Ik moet dat eventjes hier doen. En dan hou ik hem zo direct omhoog. Je moet hem altijd eventjes laten beginnen, zeg maar. Even voelen wat droog is. Nee, ik doe het wel eventjes iets wat het niet is gekleurd. Dan kun je het beter zien, denk ik. Op de camera. Nou, het functioneert gewoon als een gelpen. Maar het is dikker dan een gewone pen. Dus, kijk, ik zal proberen om hem scheef te houden. Deze moet je dus ook echt eventjes laten drogen. Omdat het een dikker laagje is. En dat geeft echt een heel grappig effect. Het springt er gewoon net eventjes wat meer uit. Kijk, als je het vergelijkt met degene die dat niet heeft, dan zie je het wel. Het is een... Ik hoop dat de camera dat een beetje goed kan pakken. Het is een... Kijk, zo. Zo kun je het goed zien. Zie je dat? Je brengt eigenlijk met deze gelpen een dikkere laagje aan op je ondergrond. En dat geeft een superleuk effect. Nou, dat ga ik nog eventjes doen. Maar dat doe ik echt buiten de camera. Op deze lieve isbeestjes. Ze moeten ook nog even pootjes krijgen. Doe ik ook met deze pen. En dan had ik als tekstje bedacht. Even denken, waar is die? Die komt uit deze set. Dat is een set die ik voor het grijpen heb altijd. Want er staat heel erg veel op. En het formaatje is gewoon heel prettig. Hier heb ik gekozen voor Happy Birthday to You. En dan kun je zeggen, ja, dat is wel voor de hand liggend. Maar mijn zusje is volgende week jarig. En daar gaan wij morgen naartoe. Mijn zusje woont in Steensel, onder Eindhoven. Nou, wij zien elkaar ook maar misschien 3 keer per jaar of zo. Veel te druk voor alles. Maar morgen gaan wij naar ze toe. En ik dacht, dan is het leuk als ik deze kaart aan haar geef. Oh,
Dat is dan wel weer jammer. Hier komt nog even 1 mm foam onder. Dus dit wordt de kaart voor mijn zusje. Nou, ik denk dat ze hem leuk vindt. Denken jullie niet? Die pen, Annette, dat heet de Glaze. Glaze Bold. Maar nogmaals, je vindt hem echt onder het filmpje op de webshop, in de webshop. In de webshop staat onder het menu, of in het menu staat een beetje onderaan Koza Live. Daar staan alle filmpjes die ik heb gemaakt. Vooraan, zeg maar bovenaan staat de laatste. Dat is dus deze, want ik heb alvast alle artikelen erin gezet. En ook deze pen staat daar al bij. Dus dit was mijn... Oh nee, ik ben natuurlijk nog helemaal niet klaar, want ik zal jullie dit nog laten zien. Kijk, deze. Wat is nou de truc van die masking fluid? Kijk, dat ik... Doe ik dat nu goed? Ja. Nu... Die masking fluid... En zo af kan rollen met mijn duim of mijn vinger. Net wat je zelf wilt. En je stempelafdruk is nog precies zoals die was. Mits je hem goed afgesloten hebt. Want anders gaat het natuurlijk mis. Dus je hoeft het alleen maar weg te duwen eigenlijk met je duim. En dan komt je stempelafdruk weer tevoorschijn. Dus dat kun je voor heel veel dingen gebruiken. Dat is echt super handig. Tadaa! Nou, het idee is deze weer inkleuren. En met de glaze pen aanzetten. Glossy accents erop. En er een leuke kaart van maken. Dus, ik vind hem helemaal gezellig. Dus dit is gedaan met Ladybugs van Caravel. En nou ja, de grote vlinder. Ik ga ze nog even een leuk plekje geven zo. Ik denk dat deze wel leuk hierbij is. Zo. Ik ga hem vanavond of morgenochtend afmaken. Dan komt hij uiteraard weer in de nieuwsbrief. Dus daar zien jullie het complete plaatje helemaal af. Maar het scheelt niet veel hoor. Hij is er bijna. En deze, ik ga nog even nadenken. Want eigenlijk vind ik hem in zwart-wit ook wel grappig. Vinden jullie niet? Ik vind het wel een leuk effect eigenlijk. Dus ik denk dat ik hier een nachtje over ga slapen. Eens even denken wat ik daarmee ga doen. Maar ik vind hem wel ernstig leuk. Dan denk ik dat ik nu wel aan het eind ben gekomen van deze live-uitzending. Nogmaals, voor het laatst op vrijdag. Volgende week ben ik er niet... Maar de week daarna is het april en vanaf april ben ik er op woensdag. Woensdagmiddag om 4 uur. Ja, ben je er niet, moet je werken, ik weet wat. Je kunt altijd terugkijken. Dus het gaat mij er niet om dat er zoveel mogelijk mensen live meekijken. Ik vind het gaat er mij om dat ik jullie weer wat leuks laat zien. Dat ik jullie wat leer, hopelijk. En wanneer je het kijkt, doe het vooral wanneer het jou uitkomt. Alle filmpjes staan in de webshop, dus je kunt het altijd terugkijken wanneer het jou uitkomt. En voor wat betreft het live gaan op woensdag, dat heb ik ook al, ik denk wel 4 of 5 keer in de nieuwsbrief gezet. Weet je, wij hebben een aantal manieren om met jullie te communiceren. Dat is via Facebook Live, dat is gewoon via de Facebookpagina. Maar vergis je niet, je krijgt lang niet alle berichten in je tijdlijn te zien. Dus de kans dat je wat mist is zeer groot. Maar de nieuwsbrief krijgt iedereen die zich daarop heeft geabonneerd in zijn postvak. En daar staat echt ook vaak informatie in
Nou ja, waar je gewoon wat aan hebt. Dus ja, ik weet, iedereen is druk en zo, maar lezen is toch wel handig. Als je op de hoogte wil blijven, tenminste, van alles. Enfin, ik doe altijd mijn best voor alles en alles en iedereen. En ik hoop dat jullie dit ook weer een leuke uitzending vonden. Ik vond het weer leuk om te doen. Dank jullie wel voor het kijken. En heel graag tot een volgende keer. Op woensdag dus. Fijn weekend allemaal. Dag!